Mijn naam is Ton Willemsen, ik ben van Tonzon en ik heb een voorstel voor een klimaatefficiënte aanpak van galerijflats. Wanneer we galerijflats willen behouden, dan moeten we ze klimaatneutraal maken. Die klus zal niet van de een op de andere dag geklaard zijn. Wat gaan we ondertussen doen met die galerijflats die nog lang niet aan de beurt zijn? Laten we die zo lang links liggen of kunnen we daar nu al iets aan doen? Wij hebben een voorstel waarmee alle galerijflats dit jaar nog een positieve bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstelling van het kabinet. Daarbij wordt de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd en mutatiewoningen alvast voorbereid op de toekomst. Klimaatefficiënt betekent dat de energie die wij nodig hebben voor grondstof, voor winning, fabricage, transport en applicatie al binnen enkele winterdagen is terugverdiend. Het Nederlands verwarmingssysteem kun je nog niet echt efficiënt noemen. Bij de opwekking, het transport en de afgifte gaat veel warmte onbenut verloren. Radiatoren warmen als een razende de buitenmuur op en vensterbanken belemmeren de vlotte doorstroming van lucht die de warmte door de ruimte moet verspreiden. Soms duurt het uren voordat de warmte op de gewenste plek is. Met onze radiatorfolie voorkomen we de intensieve opwarming van de buitenmuur. Achter de radiator zoals het warmtebeeld rechts laat zien. Voor vensterbanken hebben we inmiddels een spoilerfolie ontwikkeld die de convectieve warmteafgifte van de radiator bevordert en ervoor zorgt dat de vensterbank zelf minder wordt opgewarmd. Tijdens het transport gaat ook veel warmte verloren. Dit warmtebeeld is gemaakt in een kelder van een galerijflat in Enschede. Hoewel de buizen hier wel zijn geïsoleerd met een standaard buisisolatie, kun je toch zien wat de aan- en wat de afvoerleiding is. De buisisolatie straalt de warmte gewoon uit. Om dit probleem te ondervangen hebben we een bandagefolie ontwikkeld die om de geïsoleerde buizen komt. De speciale folie neemt deze uitstraling weg met als resultaat dat het cv-water heter aankomt en het retourwater warmer terugkeert bij de ketel. Je kunt dus ook het water eventueel wat bij een lagere temperatuur wegsturen, waardoor dus uiteindelijk de delta T die die ketel moet toevoegen om water van een bepaalde temperatuur door het gebouw te laten circuleren, gewoon afneemt. Ook in de ketelhuizen zelf gaat heel veel warmte verloren. Soms is het daar zo warm dat het bovengelegen appartement zelf geen verwarming nodig heeft. De ketels geven natuurlijk al warmte af, zoals je op de foto linksboven kunt zien. De middelste staat aan, links staat niet aan. Maar ook de buizen stralen veel warmte uit en vaak bij werkzaamheden zie je dat de buisisolatie gewoon niet wordt teruggeplaatst en waardoor extra veel warmteontwikkeling is. Ik zou dus willen adviseren in ieder geval dat coöperaties erop toezien dat als de installatiewerkzaamheden gaan gebeuren vanaf nu, die buizen wel weer goed geïsoleerd worden, want uiteindelijk zijn het de bewoners die moeten betalen voor die warmte. Dan kom ik natuurlijk bij ons stokplaatje, de vloerisolatie. Met onze thermoskussens, die besparen in de praktijk veel meer dan eigenlijk altijd gedacht is. En dat zie je ook wel, want als je kijkt naar de onderste etage van een galerijflat, daar verbruiken de bewoners veel meer energie dan in de hoger gelegen etages. En dat komt omdat door die permanente afkoeling naar beneden krijg je in die flatjes een thermische gelaagdheid, waarbij het onderin dus een stuk kouder is. Nou, mensen voelen dat als een optrekkende kou en stoken gewoon warmer om het toch aangenaam te hebben. Ze stoken dus warmer dan in de hoger gelegen flatjes. Die thermische gelaagdheid is ook niet behalve dat die veel energie kost, is die ook niet gezond, want daar heb je gewoon een hogere vochtigheid dan wat hoger. Dus schimmelvorming en huisstofmijten vind je juist op de benedenste etages van die appartementen. Nou, vloerisolatie kun je zeggen is de no-regret maatregel van de eerste orde. Want wanneer je klimaatneutraal toe wilt, dan mag je vloerisolatie niet vergeten. En er nu kruipruimtes, hè, bijvoorbeeld onder de woonkamers, dan kunnen we daar meteen aan de slag. Corona safe. Zitten de kelders onder de begane grond, dan raden we aan om vanaf nu bij elke mutatiewoning door een lokale aannemer in de kelder een verlaagd plafonnetje te laten maken. Met daartussen isolatie. Is dat alvast gedaan? Je kunt er nu mooi bij.
Nou, hier zie je wat beelden van voor en na. Hè? Dus we kunnen echt maken de vloeren warmer dan de lucht erboven. Nou, als laatste, dat geldt dan ook voor mutatiewoningen. Als er een spouw is, dan kun je natuurlijk de spouw gaan vullen, maar daar kom je nog niet mee. Dus wij zouden adviseren om bij elke mutatiewoning ook de blinde buitengevel met een geïsoleerde voorzetwand te voorzien. Op die manier krijg je ook al meteen woningen waar de bewoners van kunnen getuigen dat het een stuk comfortabeler is. Dat was wat mij betreft de presentatie. Misschien ben ik te snel gegaan, want ik heb... Dankjewel, Tom. Ik denk dat de pitches al te snel, niet te snel zijn, maar over het algemeen hebben we de neiging om langer te doen. En de pitch is juist de kracht van korte tijd. Ik heb op dit moment één vraag. Is het weghalen van buizenisolatie bij werkzaamheden niet ook een risico als de buizen met tonsommateriaal worden geïsoleerd? Waar zit het verschil? Nou ja, je ziet dus nu gewoon in de praktijk dat buisisolatie wordt verwijderd om erbij te kunnen, maar dat ze het niet terugplaatsen. Ja, als je de folie om die buisisolatie hebt gewikkeld, dan ja, dat is eigenlijk niks. Het materiaal weegt 25 gram per vierkante meter. Dat is nog minder dan papier. Weet je? Dus daar zit geen gevaar aan verbonden. Een hele praktische vraag, Ton. Hoe ziet de buitenwandisolatie van Tonzon eruit? De buitenwand dus. Ja, wij doen het niet aan de buitenmuur, hè, want dat zou ook lastig zijn. Nee, de buitenwand. Wij hebben een beetje hetzelfde systeem als bij de vloeren. Wij gaan luchtlaagjes opsluiten van 2 centimeter tussen die zilverkleurige folie. En op die manier kun je met minder ruimteverlies meer isolatiewaarde maken. Ja, maar is het alleen de folie of lever je ook de afwerking? Of moet die daarna door een timmerman of iemand anders worden afgewerkt? Ja, dus diezelfde timmerman die dat keldertje doet, die kan ook die voorzetwand plaatsen. Oké, ja. Dan een vraag. Hoe groot is de vermindering van de verwarmingscapaciteit door plaatsing van de radiatorfolie? Ja, dat is een beetje een theoretisch verhaal. Kijk, wat je doet is je verandert wel de bruto warmteafgifte. Maar niet de netto warmteafgifte. Want uiteindelijk de warmte die je tegenhoudt, dat was warmte die daarvoor door het boswerinkje verloren ging. Dus per saldo zul je zien dat die woningen gewoon sneller opgewarmd zijn 's ochtends. En Tom, je viel even weg. Even het antwoord herhalen alsjeblieft. Ja, nou dus dat is een bruto netto kwestie. Kijk, die verwarming straalt nu naar de achterkant, naar die borstwering. En die zijn vaak heel slecht geïsoleerd nog in die galerijflats. Dus daar sjeest het gewoon naar buiten. Kijk, als ik die warmteafgifte wegneem, dan verander ik wel de bruto afgifte. Maar de netto warmteafgifte, die verandert nauwelijks. Omdat de radiator, die wordt net zo warm als daarvoor. Misschien nog iets warmer zelfs. En gaat dan in ieder geval sneller de warmte afgeven aan de kamer. Oké. Dan een vraag die volgens mij lang voor jou altijd heeft gespeeld. Draagt het Tonzon-product bij aan een betere energielabeling van de woning? Komt dit voor in rekenmethodieken? Nou ja, het telt bijna niet mee. Dat is we hebben een praktijkvoorbeeld van een gemiddeld woningbedrijf waar ze alle woningen hebben gedaan met dit systeem. En daar blijkt de werkelijke besparing 4 keer hoger te zijn dan berekend volgens het label. Ja, het is een beetje het oude idee van warmte gaat omhoog. Maar ja, je ziet het wel. Kijk maar zelf eens naar die flats. Dan zie je dat echt die benedenste etage, daar worden de meeste energie verbruikt. En dat wordt niet meegenomen in de berekeningen. Oké. Je hebt wel productcertificering hierop, toch? Of niet? Ja, er is de ISO-verklaring bij dat het minimaal meetelt in het label voor een RC van 3,8. Oké, ja. Volgens mij heb ik de vragen gehad. Kijk even naar boven. Ja, ik heb er nog één. Die had ik niet over het hoofd gezien. Moet ik hem even groter zetten. Bij veel hoogbouw zijn de bergingen op de begane grond aanwezig. Qua plafondhoogte kun je geen foliekussens toepassen. Is hier een oplossing voor en zo ja, welke RC valt te behalen? Ja, dat is afhankelijk van de ruimte die je kunt investeren.
Ja, dat heeft volgens mij ook te maken met als je moet een bepaalde plafondhoogte hebben om vierkante meters mee te laten tellen in de puntentelling voor de huur. Ja. Als je beneden een bepaalde plafondhoogte komt, dan tellen die ruimtes niet meer mee. Kijk, dit is, als je helemaal geen ruimte hebt, ja? Dan is, en je zou het plafond verzilveren met die folie, dus je plakt het er gewoon tegenaan, dan krijg je hetzelfde effect als wat je hebt met die radiatoren. Dus je straalt de warmte niet meer naar de kelder. Okay. Dat is de eerste slok op de borrel, maar het zal qua isolatiewaarde in het label niet meetellen. Maar het scheelt echt, een maakt een groot verschil in de vloertemperatuur in de flat erboven. Dus hoe dan ook, je kunt altijd iets doen, maar liever natuurlijk ook nog een paar luchtlaagjes opsluiten. Ja, en ik heb nog geen signaal van Jeroen gehoord, dus ik ga gewoon even verder. Hoe zit het met de brandwerendheid? Ja, de brandwerendheid in de kruipruimte, het materiaal, daar wordt niet gewerkt met open vuur. Het is een materiaal wat op zichzelf brandbaar is, maar omdat het zo weinig materiaal is, wat ik net al zei, het is veel minder dan papier. Er ontstaat geen schadelijke stoffen, geen giftige stoffen en het is weg voordat je het in de gaten hebt. Dus in de kelder, ja, dan zou je het afwerken met een gipsplaat. Net als in de wand. En dan speelt het geen rol. En plak je het tegen het plafond. Ja, dan speelt het toch geen rol. Oké. Okay.